Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van, ik wil elke keer Pokémon zeggen, van Super Mario Generations. Ik ben hier met Sander van Gaming SB en de tijd moet ik heel even erbij pakken, want de tijd is gone, want ik moest net een TikTok kijken. Gaat nu in! Sander heeft een goede TikTok. Oh, neem mij maar weer! Oké, nee, dan weet ik hoe het zit. Sure, maar ik zeg niet dat ik het erg vond. Je had een superleuke TikTok in. Ja, ik had wel leuk ticking talking. Ik heb alleen het gevoel dat je nu alles land wil maken. Nee, terwijl zeker ik alles water niet wil maken. Ja, crazy guys. Crazy guys. Ja, ik zit hier in een landje waar ik niet zo heel goed weet hoe ik nog aan Stara Jinx kom. Daar een landing. Ja, voor mij is het wel crazy. Nee. Sander, weet jij hoe je van die zaadjes kan krijgen voor in zo'n plantenpot, zeg maar? In zo'n plantenpot, ja. Nou ja, niet in elk landje, maar van sommigen weet ik het. Oh, oké. Oh, dit is tegen die T-Rex. Oké. Nee. Niet dood mij maken. Niet mijn doopmaking. Nee. I do be accelerating. Oh, ik had moeten jumping. Ik had moeten jumping, zei ik toch? Ster gemist. Nee, het was een maan. Het was een maan. Ik heb geen een maan ster gemist? Je kunt geen ster missen als een sterrenmaan is. Klopt ongeveer. Ik denk dat daarnaast kan een ster ook al geen maning zijn, dus dat is al een beetje crazy. Wow, magische poedering. Hoe is magische poedering? Hoe doe ik dit? Nou, jij bent zo'n crazy guy. Nee, dus ja, maar ik snap echt niet hoe je... Misschien moet ik... Nice, ik heb een Stara Jinx escape. Ja, nou, daar was ik ook wel mee bezig eigenlijk. Escape rope? Nou, de rope heb ik niet, maar de escaping was ik wel mee bezig. Oh! Ben ik gedood? Oh nee. Ik heb 2 sterretjes. Ik wist niet dat... Kijk, dit was een pro gamer moving. Pro gamer moving? Dat was minder pro gamer. Dat was mijn squirrel was dat ook. Ja? Ja, dat was ook een programmer move. Jij zei het. Dat mijn Squirtle move was. Squirtle. Ik verstond Squirtle. Dus ik dacht aan zo'n Pokémon. Maar jij bedoelde de Pokémon dingetje. Quizzing dinging. Spellentje. Ik vind dat echt leuk. Ja, ik ook. Ik doe dat nu echt dagelijks. Ik nou, ook. Omdat ik eigenlijk, ja, doe ik het dagelijks omdat ik het jou zag doen, zeg maar. Ik dacht van, dat vind ik ook wel leuk om te doen. Ja, weet je, het is gewoon poggers moment. Oh, deze stukjes zijn wel lastig. Misschien had ik dit niet moeten doen. Aan de andere kant, ja, ik ben nu toch al weird. Nog 5. Ik heb nu echt dat liedje in mijn hoofd. Welk liedje heb je in je hoofd? Elke keer weer een ander Eurozone. Voor mensen die het niet snappen, kijk de vorige aflevering. Ja, wij nemen alles achter elkaar op. Vaak wel, ja. Nee, ja, ik bedoel deze 2 in ieder geval. Neem je niet echt alles achter elkaar op, maar wel een aantal. En dat is dan zo'n pogering. Pogeroonie. Boem. Boem. Oh. Boem. Kaboom. Jezus. Oh, en dan was het ook nog coins ook. Ik had meer verwacht. Verwachting. Oh. Dat is zo'n Engels leenwoord, jong. Wheeling. Dat
Dat wist je nog niet, hè? Nee, daarvoor heb ik mijn Engels master nodig. Ja, dat snap ik wel. Nou, ik moet zeggen, misschien was ik zelf ook mild verbaasd. Ja, ik weet hier die stukjes niet te vinden. Ik denk haast dat ik beter kan zeggen... Yo. Hé, hey, daar is er één. Nice. Goed, beter ging. Was daar nou ook één? Ah, nee, dat leek zo. Oh, Rosaning. Ja, ik doe even de Engelse vertaling. Rosaning. Nice. Ja, hé, hey, je moet toch iets, hè? Ja, precies. Als Engels mastering. Moet je toch iets, zijn. Dat is zeker waar, Ink. Oeh. Ja, de Engelsen missen dat liedje ook al jaren. Bij ons staat hij al 50 jaar minimaal in de toplijsten. Mm-hmm. Ah, niet in de toplijsten, maar hij bestaat al wel meer dan 50 jaar. Ook dat Engeland heeft dat gewoon nog nooit, hè? Nog nooit meegekregen. Dat is echt zo'n ding. Ja. Dat dacht ik. The Cape Thieves parting gift. Oké. How do I getting the other rings? First, knowing where the other rings are in. Oh, is dat hoe dat moet? Misschien moet ik gewoon dit landje door. Rijden. Ja, kijk, dan vind je er vanzelf een aantal. Ik heb er al 3 in. Lekker in. Ja, maar ik moet er nog 2 in. Oh. Ken je dat? 3 in? 2? Oh, 2. 2? 2 in ken ik wel. Ja, ik denk ik doe even Nederlands voor onze kijkertjes die misschien niet heel gevorderd zijn in Engels. Nando, speciaal voor jou. Oh, wat? Nando is juist een van... Dat weet ik, maar dat is de enige kijker, dus ik weet niet hoe je het daarvoor hebt. Nee. Jordi Ink? Jordi kijkt ook. Ja, that I was talking about, because I knowing that Jordi Ink not so very good in, but a little bit good in. En Nando is echt heel goed in. Ja, bijna net zo goed als ik in. Ja, jullie... Jullie zouden bijna nog wel in de Guinness World Book of Records kunnen komen als ik er niet al sta in het beste Engels in. Daar heb ik wel echt pech in dat jij daar wel in staat. Ja. You do having sometimes pegging, but hey, I just met you and this is crazy, so here's my number and call me maybe. Hallo maybe. Nou, wat lief. Ik ga you dit echt ask niet... and I receiving. Oh nee, andersom. You receiving. Ik denk wel dat ik eventjes iets anders moet gaan doen. Oei. Oh, dat was niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Hey, Mario? Ja. Mario. Oh, ben jij Peach? Nee, ik was Luigi van Luigi Mansion. Oh. Die zegt er niet. Mario. Ja, I know not having that much speeld Luigi's Mansioning. Mansioning? Wie mentioned? Oh, ja. By the way, now I'm mentioning it. I haven't played in Luigi's Mansioning. Kaboomie. Oké, nu die guy op de boogskieping. Oeh, dit is ijs, vandaar dat het zo tyfus kut glijdt. Oh, je bent al in de volgende city of stadje. Jazeker, één. Nou, dan loop ik alsnog een hele ding achterin. Dat is niet erg, Sander, één. Jawel. Oh. Voor mij wel. Kijk, dat het voor jou niet uitmaakt, wil niet zeggen dat het voor mij ook niet uitmaakt, Mr. Mario Man. Ook dacht Mr. Mime. Mr. Mime? Nee, die heb ik nog nooit gehad met Squirtle eigenlijk. Nee, precies. Ik begin nu ook vet vaak expres met Celio, omdat er heel veel water types zijn. Weet je waarom ik met Snivy begin?
Snivy? Ja, dat is ongeveer op de helft van de Pokédex. Ja, maar ja, ik ben ook heel vaak voor Gen 4 in het begin gegaan. Mm-hmm. Omdat dan heb je de helft van de generaties kun je in ieder geval dan al afstrepen. Inderdaad. Ja. Maar Pokédex nummer maakt dat niet zo uit. Nee, maar inderdaad. Zeg maar of jij Snivy doet, je hebt 8 generations. Als je dan de eerste van de 5e generation doet, zit je ongeveer op de helft. Dus dan kan je al de helft wegstrepen. Ja, dat is waar. Maar ik dacht, aangezien het niet op nummer is, vraag ik me af of dat echt... Oh, ik had die andere moeten doen. Oh, dat werkt. Kan ik hier nu wel boven komen? Oh, ja. Ik snap er niks meer van in. Wat? Nee, maar de Pokédex nummer nee, maakt toch niet uit? Ik bedoel het landje waar ik nu in zit, snap ik niks meer van. Oh ja, dat snap ik. Headman? Noemt hij me nou Headman? What the fuck? Brad Band, als je voor Headman. Mhm. Kan je ergens op? Hebben we nog steeds de reclame ook niet gevonden? Dat is echt. Ja, voor ons is het. Een week terug? Nee, iets minder. Iets minder, ja, we hebben het nog niet zo heel lang geleden opgenomen. Dus, maar voor de kijkers is het echt. 5 jaar. Nee, we zijn geen Spark Guys. Oh, wacht, dat kan ik niet te hard zeggen, want. Dat zijn juist degenen die kijken, bedenk me net. Ja. Hidden in the scrubbing. Oké, nog 1. Nou ja, 2, maar. 3, 2, 1. Nu 1. Bassist on board. Nou, dat is wel ik fijn. Ik zit even te kijken hoe dat moet. Ja, zo natuurlijk. Kan ik nu... Ja, touchspring kon ik al, maar kan ik nu ook de Mario letters doen? Want die zijn ook lekker makkelijk. Ja, die heb ik niet gedaan, want die waren er toen niet. Nee, ja. Bij mij dus ook nog niet, denk ik. Ik ga wel 3 hol in. Oh, de underground plant. Ik kan me dit echt niet eens herinneren, joh. Nee, oh, ik wel. Ja, maar jij hebt dit ook net. Nee, want de underground plant heb ik niet gedaan. Oh, crazy. Heb je wel al die guys? Al dat voor guys? Oh, jawel, die heb ik al gedaan. Alle musicians. Maar daarna ben je gewoon. Ja, daarna ben je gewoon in de dingen gaan zoeken. Ja, daarna ben ik gewoon zo snel mogelijk. Ja, ik weet ook niet of dit een snelle is. Dus ik weet ook niet of dit slim is en alles. Maar... Volgens mij kan je daar 2 maandjes krijgen waar jij bent. Dat is. Nou ja, niet de 2 maanden, maar wat ik deed. Leenwoord, hè? Niet meer normaal, wij zijn zo goed in Engels. Dat is niet te geloven. Ja, echt crazy. Zou ik haast durven zeggen. Oh, je bent drawing. Ja, en je wrote a drawing. Oh, jij kent de Engelse versie ook? Jazeker. Ja, ik ook, maar ik had eigenlijk niet verwacht. Niet veel mensen kennen de Engelse versie, namelijk. Booming! En coinings. Oh, ik heb wel echt nog maar 1 leving. Dus ik moet hier wel een beetje oppassen. Krijg ik nu zo'n maan? Ja,
Dat is Z-King. Die zit niet in deze game. Die zit niet in deze game. Maar eigenlijk is het dan... Zeg maar, Snivy is wel gunstig, maar misschien kun je beter Oshawott, omdat er zijn heel veel water types. Dat is waar. Of Batrat, want er zijn heel veel normal types. Ja, maar het liefst wil je eigenlijk ook nog een dual type, want dan heb je twee types in één. Mm-hmm. Dus dan zou je voor die Riot laatste evaluatie moeten. Ja, dat kan. Van Oshawott. Die is dark, denk ik, of niet? Nee, dark is hij alleen de Hisuian voor. Ah. Is hij niet fighting normaal? Oh, dan is hij fighting. Nee, want Ember is al fighting. Oh ja. Dan is hij gewoon alleen puur water, kan dat? Ik weet het, kan dat niet meer. Dat is wel lame. Of is hij... Maar het kan, hè? Het kan. Oh, dat zou ook mogen. Nou, denk niet, want Empoleon is ook waterstiel. Want volgens mij waren alleen de fire... starters die zo vaak firefighting waren. Ja. Nee, ik dacht Dark. Stond ergens van bij me. Aan de andere kant, Snivy's laatste evolutie is ook gewoon gras, dus Het zou ook goed kunnen dat die het is wel superieur. Ja, nou ja, van die drie wel, maar ja. Snap je hem niet? Dan heb je ook twee... Snap ja, je hem niet? Superior. Ja. Yeah. Seaside Kingdom of Snow. Ik ken hier bij beide geen Staring Jinx. Maning Jinx, sorry. Je bent me echt wel een beetje aan het inlopen, hoor. Ja, maar ik doe nu eerst Snow, hè. En jij deed eerst die ander. Dat is waar. Dus zoveel loop ik niet in. Dat lijkt zo. Kut, het leven haat me. Kut die ook niks zien, joh. Wat is dit voor kut level, Ching? Een pittig kutting level, Ching. Ja, dat heb ik doorheen. Sneeuw. Ik hou... Normaal gesproken wel van sneeuw als ik gewoon eventjes vrij heb en niet door de... Omstandigheden niet. De trein rijden. Ja, echt. Ja. Heel bekend liedje. 7,5 Dit is hier. Dit herken ik wel weer. Oh, wacht. Laat ik eerst... Nou, misschien dat het in deze niet is, maar... Ik kan wel het proberen. Volgens mij is dit in elke... Ja, precies. Dat is dan eigenlijk alweer een gratis eentje die je mee kan nemen. Nou ja, hij is niet gratis, maar... Ik weet niet waar je het over hebt, maar het zal best. Jij ja, hoeft ook niet te weten waar ik het over heb. Oké, okay. Dat je zo wil winnen. Sorry. I missed the race course. Oh, de race begint nog niet. Bring power moons back first. Oh. Ja, ik wil wel, maar... Ik weet niet hoe. Hij weet niet hoe. Nee, dat is niet. Bloemen jeans. Yay. Ik heb een maning. Kibooming. Hij kan alweer naar de volgende. Nee, ho is. Doe eens even normaal. Oh, dit is zo'n 3 moons. Kijk, dat is gunstig. 3 moons? Au. Ja, dit zijn 3 moons in eentje. Oh, die heb ik nog helemaal niet gedaan in die levels. Nou, als het zo gaat, dan had ik hem beter ook niet kunnen doen. Hm. Kijk, dat werkt beter. Doe je zo je best, hè, om zo'n leven te pakken. Ga je dood, dan had je net zo goed een leven niet kunnen pakken. Ing. Echt hoor. Nou ja, anders dan was ik ook met één hit dood geweest. De vraag is, was dat me gelukt?
Ik denk het haas misschien ook nog wel, trouwens. Misschien. Skiing. Wee. Oh, je bent een troep. Oh, yeah. Remix. Kabooming. Hoorde je? Dat is een zieke remix van mij. Van oh, yeah. Oh, yeah. Oh, en yeah. Oh, je bent een trolling. Mm-hmm. Niet te verwarren met trolling. Dat doen die Engelsen soms nog wel eens. Ja, dat, je verstaat het ook niet heel goed, hè? Dat klopt. Oh. I'm down on a slippery slope. Goed koers. Sloping. Ik ben wel echt onhandig weer bezig. Oh. Hoe dan? Dat was... Werd je geniding? Ik denk het wel. Nee! Dit was mijn inzicht. Wat mist. Wat niet aanwezig was. Okay. Ja. Next time, try not to be dumb. Oh, Sander, dankjewel voor je tip. Dat ik niet dumb. Kijken. Waar zit die muziek? Nee! Ja, ik kan het wel uitdrukken. Sandring, ik zoek de secret star ring, maar ik kan hem niet vinden. Ja, ik kan je niet helpen. Ik weet hier ook vrij weinig, hè? New Donk City en Sand Kingdom, dat is mijn specialiteit. Kut. Maar voor de rest, en trouwens, New Donk ging ook niet heel lekker. Ik zoek hier. Oh, je moet er wel opspringen, Mario. Ik zie wel een paar seconden. Ik moet beter naar die schaduwen kijken. Dat werkt. Ik moet echt beter naar die schaduwen kijken. Ik had gelijk. Oh, got it. Ja, got you in. The secret staring. Oh, ik heb wel ook een ster gevonden door dat ik dom deed. Dat is altijd wel handig. Gewoon dom doen en dan krijg je gewoon een gratis ster. Nou, ik moet hem nog pakken, maar in principe weet ik nu wel waar die zit in. Kabooming! Lekker een. Dat is wel even fijn, 3 sterren. Ik hoop niet dat je ineens geteleport wordt, want dan ben ik die ene extra maan kwijt. Ik zou niet weten hoe ik hier... Oh nee. Dit kost maar 1? Normaal zijn die kutkonijnen altijd 3. Gaat dat dus niet goed? Ja. Oh, je hebt hier gewoon 3 van die konijnen die je moet doen. Kut, weet ik niet meer. Je houdt niet van konijnen. Nou, ah, jawel hoor, maar deze niet. Oh. Specifiek deze? Nee. Toch niet heel aardig, hè? Alsof die konijnen zo aardig tegen mij doen. Die konijnen niet hartstikke aardig tegen jou. Oh ja, mij attacken met hun hoeden en zo. Oh, die konijn. Oh, laat ik doodgaan. Ja, dat lijkt me wel een slim plan. Ja, ik heb toch een plan. Daar zeg ik geen nee tegen. Hey. Dat was zonde van de tijd. Oh, was het zonde van je tijding? Oh yeah, oh yeah, oh yeah, yeah. Wat deden ze toen voor een gevecht? Want er was iets van een gevecht wat ze toen deden. Of zo? Weet je dat nog? Nee. Nee, ik dus ook niet meer, precies.
Wel vaag nog ergens, maar... Exhale. Can I exhale? Jij kan vast exhalen. Nee, kan jij niet uithalen? Jawel, nee. Oh, de time is up, Sandring. Oh, ik sta stil, ja. Nou, dan sta ik ook stil. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. En ga zeker even naar Sander's kanaal in de beschrijving. En dan zie ik je de volgende keer weer. Adios, amigos.